Goedendag, mijn naam is Joost Hoogstraten. Ik ben zelfstandig marketing consultant bij e-commercemanagers.com. Recent mocht ik een presentatie houden voor lokale ondernemers hier in Heino, een dorp onder Zollewijk woon. En ik deed eigenlijk onderzoek op dat moment naar hoe groot zijn nu eigenlijk de marktaandelen van verschillende webshop platformen in Nederland en wereldwijd. En toen kwam ik een aantal interessante dingen tegen die ik graag even met u wilde delen. Hoe zit het eigenlijk met het zoekvolume in Nederland naar verschillende webshop platformen? Nou, dit is een screenshot van Google Trends. En ik heb daar vier webshop platformen vergeleken over de afgelopen 12 maanden in Nederland. Lightspeed, WooCommerce, Mijn Webwinkel en CCV webshops. Je ziet eigenlijk dat WooCommerce wel de grootste is, maar eigenlijk niet exponentieel veel groter dan de andere. En op zich nog niks bijzonders aan te melden wat mij betreft. Op een iets langere termijn, op 5 jaar, zie je eigenlijk een trend gaan dat het verschil is wel de afgelopen 2,5 jaar wel wat aan toenemen ten gunste van WooCommerce. Maar goed, dit is slechts één beeld hoe we naar de data kunnen kijken, Google Trends. Ik gebruik ook altijd een tool om vanuit een ander perspectief naar het aantal gebruikers van software te kijken, BuildWith. BuildWith scant nagenoeg alle websites op het internet op welke technologie ze gebruiken. Heel veel SaaS-platformen maken van BuildWith gebruik om hun prospects, hun marktbeweging, etc. in kaart te brengen. En daar zien we eigenlijk dat Lightspeed rond de 7500 webshops in Nederland heeft op dit moment, volgens hen. De groei is een beetje aan stabiliseren, laat ik het zo zeggen. Voor WooCommerce geldt dat er sinds kort een lichting daling is. Als je WooCommerce bij BuildWith intypt, moet je wel even checken dat je de checkout aanzet van WooCommerce, want er zijn nog meer websites met WooCommerce, maar die zijn niet echte e-commerce websites. Je kunt WooCommerce ook voor alle andere dingen gebruiken, bijvoorbeeld een affiliate website of zo. En dan zie je eigenlijk al een daling gaan, een tijdje. En best wel een steile daling, dat is interessant om te zien. Nou, Mijn Webwinkel, een groot Nederlands platform, volgens mij van de voormalige startpagina oprichter. Die laat hier een hele snelle stijging zien, maar omdat ik niets daarvan zag in Google Trends, denk ik dat hier een meet-issue opeens is opgelost, of dat de domeinnamen die eerst anders werden gemeten, of dat er een overname was of zo. Maar dit is wel een beetje vreemd in deze huidige markt. Dus deze data vertrouw ik niet. Maar anders hadden we dat denk ik ook wel gehoord in de vakpers of zo. CCV Shop, het oude biedt meer. Natuurlijk was het in 2014 of zo overgenomen door CCV. Laat een kleine daling zien, maar toch nog een aardig aantal webshops op dit moment. Dan gaan we even door naar de wereldwijde platformen. Wereldwijd zie je eigenlijk, heb ik een viertal platformen gekeken. Een Nederlandse, of origine Nederlandse, nu Canadese. Lightspeed, WooCommerce ook weer, Shopify en Magento. Magento is natuurlijk voor heel veel organisaties het platform. In 2018 overgenomen door Adobe. Was eerder zeg maar open source, maar dat is natuurlijk met overname helemaal afgelopen. Daar zag je eigenlijk ook niet echt spannende trends, vond ik. Als ik even naar de vorige slide ga. Maar je ziet eigenlijk wel steeds meer, als je in een perspectief van 5 jaar bekijkt, zie je eigenlijk wel dat Shopify echt hard groeit ten opzichte van die andere platformen. En dat is wel interessant om te zien. Lightspeed is een kopie van de eerdere dia. Dus die gaan we nu niet verder behandelen. Wat interessant is de beurskoers van Lightspeed. Die is met maar liefst 85% in elkaar geklapt sinds het hoogtepunt. En ze hebben recent in januari aangekondigd 10% van hun workforce te ontslaan. Dat zijn ongeveer 300 mensen die daar door geraakt raken. Dat even ter kennisgeving.
WooCommerce is ook hetzelfde, dus daar blijf ik ook op dit moment niet langer bij stilstaan. Wat interessant eigenlijk in verhouding tot die andere slides is dat Shopify nog steeds hard groeit. En dat zie je eigenlijk ook wel met die verhouding tot die Google Trends. Nee, dat ze nog steeds wel steeds een afstand tot de concurrentie nog steeds toenemen. Dus dat zeggen we wel dat ze nog steeds aan het versterken zijn. En met een 75% in elkaar geklapte beurskoers, en terwijl ze vorige zomer al 10% van hun workforce hebben ontslagen, dus een half jaar eerder dan Lightspeed, kun je afvragen of het geen koopmoment is voor het aandeel Shopify. Maar goed, ik ben geen beleggingsadviseur, ik heb zeg maar ook geen verstand van beleggingen, maar je zou het je kunnen afvragen. Nou, Magento is eigenlijk ook al een tijdje aan het afnemen. En ja, dat lijkt steeds sneller te gaan. Dus ja, kijken hoe zich dat de komende jaren eigenlijk gaat bewegen. Maar als je investeringen gaat doen in een webshop, is dat wel even iets om te overwegen. Adobe, dat is de eigenaar van Magento. Nou, die koers is 45% in elkaar geklapt. Zoals voor heel veel SaaS-aandelen, dus op zich is daar niks bijzonders aan. Maar Adobe heeft natuurlijk een heel ander sterk portfolio van bedrijven om de hele Adobe Suite niet te vergeten. Marketo, Marketing Automation, volgens mij gaat dat wel goed als ik dat zo een beetje zie en hoor. Mijn directe omgeving. Kortom, waar staat het nou? Nou, wereldwijd en Nederland de tellingen. WooCommerce, Magento, PrestaShop, Lightspeed, CCV Shop, mijn webwinkel. Er staat een vraagteken bij omdat ik niet weet of die data klopt. Shopify groeit dus nogal. En daaronder zie je BigCommerce, Intershop en Shopware. Conclusie. Nou, Shopify overduidelijk de grootste, maar ook niks nieuws wat dat betreft. Maar ook nog steeds veel sneller groeiend dan de dalende concurrenten. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus die afstand gaat groter worden. En groei in het aantal domeinnamen / merchants lijkt er voorlopig uit. Wat natuurlijk toen dus wel vermoedelijk toe zal nemen is, ten eerste vanwege de prijsstijging het totale volume. Dus de omzetvolume bedoel ik. En ook, ik denk ook het aantal transacties. Ook al hebben we even na corona een daling gezien van die transacties. Ik verwacht toch dat de komende jaren en decennia gewoon het volume digitale transacties gaat toenemen en blijft toenemen totdat het gewoon 100% gaat worden over 30 jaar of zo. Dit was het voor nu. Hartelijk dank voor uw aandacht. Ik hoop dat u het interessant vond. En wellicht tot een volgende keer. Tot ziens.